De nieuwe maximumprijzen voor brandstof zijn per vandaag ingegaan. De tarieven gelden voor alle leveranciers. Voor een liter diesel moet er vanaf vandaag 17 SRD en 95 cent worden neergeteld. Voor gasoline moet er 15 SRD 95 worden betaald. En voor super ongeloode benzine is het tarief aan de pomp 21 SRD en 4 cent. Minister Saskia Walden van Economische Zaken zei vanmiddag tijdens een regeringspersconferentie dat het een behoorlijke uitdaging is voor de regering om de brandstofprijzen zo laag mogelijk te houden. De prijs zonder government take had 17 SRD en 44 cent moeten zijn. Met government take dat terecht in zou moeten worden, zou bijkans 21 SRD zijn. En ik weet dat de meeste van u inderdaad hadden verwacht dat het 21 SRD zou worden. De berichten gingen ook al rond op social media. En 21 SRD begrijpen we dat het misschien iets moeilijker betaalbaar zou zijn. Omdat het gros van de doorsnee burgers toch wel meer onleaded brandstof gebruikt dan diesel. Walden zegt dat de autoriteiten zich ervan bewust zijn dat de meeste huishoudens het zwaar hebben. Aangezien de meeste huishoudens gasoline gebruiken, heeft de regering zich erop gericht de prijs van ongeloden benzine zo laag als mogelijk te houden. Walden stelt dat in het geval er geen sprake was van subsidie en de government take wel betaald moest worden, de prijzen veel hoger zouden liggen bij de pomp.